Beetje ophalen. Aardig. Hey! Vlog, hè? Ja, vandaag is het even anders, want er komt vandaag iemand spelen. Ja. Hè? Wie komt er ook weer spelen? Kaylin. Ja. Die zijn ze nou ophalen, hè? Ja. Dus. Zo. Luan is er ook bij komen zitten. Hallo, Luan. Heb je er zin in dadelijk? Heb je er zin in dadelijk? Wat zeg je? Ik hoor je niet. Ja. Oh. Nou, in ieder geval... Wij gaan iets leuks doen. Ja. Dus wat zeggen we dan? Kijk gezellig met ons mee. Ja, mee. Hm? En een appelrij. Sst, dat moet je nog niet zeggen. Dat moet je nog allemaal niet verklappen wat wij allemaal gaan doen. Een rij. Sst. Kijk gezellig met ons mee. Zo, Jana. Ja. Wij zijn erg zorgd, hè? Ja. Wat gaan we nu doen? Een vriendinnetje ophalen. Ja, hoe heet je vriendin? Kaylin. Kaylin ophalen, hè? We halen Kaylin van school af, hè? En dan gaan we een gezellig middag bij ons maken, hè? Ja. Dus heb je er zin in? Ja. En wat gaat Kaylin nog meer doen buiten spelen om bij ons? Wat komt ze bij ons doen? Vanavond eet ze? Mee? Ja, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Moet ze langs jou zitten? Jullie zijn al vanaf de geboorte vriendinnen, hè? Toen waren jullie nog inie minie, jullie schelen precies 10 weken met elkaar. Waarom inie minie? Inie minie, ja. Wij zijn daar bij jullie terug, wij gaan richting het schoolplein. Ja. Nou, we hebben Kaylin opgehaald. Daar is ze. Hè? En waar gaan we nou naartoe, jongens? Kinderboerderij. En daar hebben jullie vast geen zin in. Wel. Nou. Verrassing ja, hè, maar we hadden eigenlijk gehoopt op het zonnetje. Ja. Maar nou gaat het regenen. Ja. We gaan toch wel even kijken bij de kinderboerderij. Ja. Ja. Dus ook wij nemen de kijkers mee. Ja. Wil wel zitten in de kinderwagen. Ja. Oh, als wat ben je? Daar zit Luan in de kinderwagen. Als het mooi weer was, had hij kunnen lopen. Maar nou doen we dan mooi allebei in de buggies. Kunnen we een beetje doorstappen. Blazen. Blazen. Luan deed dat altijd. Doe maar blazen. Blazen dan, Boas. Blazen. Harder. Hey. Niet doen, Niel. Jij ook niet blazen. Nou blazen, Boas. Blazen. Blazen. Ja, goed zo. Geef me weg. Nou, leg goed. Gaan we verder naar de kinderboerderij. We zijn er bijna. Je boef. We zijn er echt zacht. Je kunt niet in het huisje gaan. Ja. Ja. Ik doe helemaal zacht. Nou, die ene is wel jouw vriendinnetje. Hè? Hallo. Wie? Voor Kaylin, die grijze. Zacht! Wees. Ik denk dat hij daarom even weg ging bij Kaylin om te plassen. Hé, hey Niel, hij gaat langs jou staan. Hé, hey, lijkt van wel op de wc. Ik zie ook al mijn korteltjes daarin. Ja, misschien is dat wel een wc. Hij wacht daar kan je reizen. Diane, dat weet je. Diane, kijk eens hierin. Dat was hier bij Kaylin. Kijk eens. Hier zitten lijntjes in. Was, kijk eens hierachter. Kijk eens. Hij spoelt naar je. Mama, ze zijn allemaal zo nat. Wordt het regen? Ja, ze vinden het wel leuk. Ik heb daar je broeken. Rauszitten.
drukken. Ja. Hallo. Hey. Ja, Luan, die hadden mijn kinderen vingers kwijt. Nu doe een vogelgeluidje maar. Hij komt. Wat doet hij? Een jeuk, jongen. Denk dat hij jeuken. Luan. Hij heeft een beetje jeuk, jullie. Oh, hier takje. Ja. Ja, oké. Nou, oké. Zullen we verder gaan kijken? Kom. Ja. Daar is hij. Hoi. Hoi. Ik zie een hele rare vogel daar. Een hele rare vogel daarachter. Daar ook, zei hij. Hallo, man. Doei, Boas. Kijk eens. Hey, wie doet dat? Idiot, ja? Bij of niet? Hij en hij. Top, top. Ik zou de jongen gaat hier. Ja, ik zie er een. Nou kunnen jullie aaien. Maar aaien, je kinderen. Ja, hè? Lief, hè? Ja. Heel klein en zacht, hè? Ja. Ik niet zo vast. Maar dat maar ze laat die. Deze zijn nog. Ja, deze zijn nou een weekje. Ja, deze is een week. Het zijn naar die. Ja, allemaal jongens. Dus zou wij maatjes die geitjes naar buiten gaan. Ja, maar we hebben meerdere. Die zitten daar al buiten, hè. Thank you.
Nog even de varkentjes eten geven. Hè? Heel erg mooi. Jouwe van modder, ja, dus die zijn wel blij met de regen, denk ik. Kijk, hier komt hij kijken hoe jullie allemaal chipjes aan het eten zijn. Maar wij gaan nog even lekker een chipje eten en daarna gaan we weer naar... Hi. Hi. Nou, vonden jullie het leuk vanmiddag? Ja. Vindt het ook leuk, Kaylin? Wordt het ook leuk? Mama, zijn er 4 varkens. Hoezo 4 varkens? Daar. Twee beeldjes. Ja, dat klopt. Helemaal gelijk. Nou, smakelijk eten met chipjes. Wij hebben een hele toffe leuke middag gehad met Kaylin op de kinderboerderij. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Dus, vonden jullie dit vlogje leuk? Dan een dikke duim omhoog en vergeet niet hieronder om te abonneren. Doei!